Sportcomplex Heksenwiel is het decor van de wedstrijd in de kwartfinale van het bekertoernooi. Tussen NAC Breda onder 17 en Feyenoord onder 17. Feyenoord wist afgelopen weekend nip te winnen. Door een laat doelpunt van Noah Naujox wonnen ze met 2-1 van Vitesse. En kan zich nu plaatsen voor de halve finale van het bekertoernooi. Kwamen in de kwartfinale door ADO Den Haag naar strafschoppen uit te schakelen. En met 1-0 te winnen van AZ en 2-0 bij FC Utrecht. En NAC die versloeg onder meer Feyenoord onder 16 in aanloop naar deze kwartfinale. Wonnen met 1-3 op Varkenoord. Feyenoord vijfde in de eredivisie. NAC Breda achtste in de eerste divisie. Een divisietje lager dus. En wisten nog niet te winnen in 2019. De hele voorjaarscompetitie 8 wedstrijden gespeeld. 5 keer gelijk en 3 verloren. Veel belang dus op deze pot voor NAC Breda om nog iets van het seizoen te maken. En krijgen hier een vrije trap op een gevaarlijke positie. Bal wordt er ingeslingerd en wordt verlengd en dan is het raak. 1-0 voor NAC Breda al vroeg in de wedstrijd door een heel ongelukkig moment achterin bij Feyenoord. Nog een keertje kijken, bal erin geslingerd in het strafschopgebied en daar bijna op de strafschopstip wordt de bal verlengd achter Tijn Troost. Troost die bijna een thuiswedstrijd speelt, komt uit de jeugdopleiding van NAC Breda, maar staat nu achter tegen zijn oude teamgenoten. Dan Van der Sloot aan de andere kant van het veld. Bal lang onderweg, kan gevaarlijk misschien worden, maar een goed blok gezet van die verdediger van NAC Breda. Geen gevaar dus. NAC, dat blijft gevaarlijk, blijft aanzetten. Weer een bal richting Troost, die komt uit zijn doel. Maar kan die bal niet pakken, dan kan dit gevaarlijk worden. Maar deze bal in de handen van Troost is zich goed hersteld. Uitstekend gedaan, maar NAC blijft de gevaarlijkste in de eerste helft. Ziet ook de familie van Hooijdonk, die natuurlijk even is komen kijken. Tweede helft is Feyenoord veel en veel beter dan in het eerste bedrijf. Saladin Oulat Emhan, strafschopgebied in. Fantastische beweging, zegt Emhan. Terugleggen op Chilo het zand en dan is het raak. Fantastisch doelpunt van Feyenoord onder 17. En dat had het ook nodig. Wat een fantastische actie van Saladin Oulat Emhan. En dan is het Chilo het zand die Feyenoord op gelijke hoogte zet. 1 tegen 1. Feyenoord weer. Mimairel Benita weggestoken. Krijgt die bal daar ongelukkig achter zich. Maar heeft dan dit in huis. En dan in de rebound ook niet raak. Wat een gevaar zeg voor Feyenoord onder 17. Dat totaal anders voor de dag komt dan in de eerste helft. Speelt uitstekend. Maar moet wel oppassen dat NAC Breda niet gevaarlijk wordt in de tegenstoot. En die wind kan ook rare dingen doen. Maar deze bal zeilt gelukkig over het doel van Tijn Troost. Nog steeds 1 tegen 1. Mimairel Benita aan de rechterkant van het veld natuurlijk. Daar voelt hij zich als een vis in het water. Man natuurlijk voorbij. Bal voor en dan is het raak. Ilias El Moussaoui doet het. Op die voorzet van Mimairel Benita. Fantastisch gedaan weer door Benita. En de voorzet is op maat hoor. En dan is het Ilias El Moussaoui die Feyenoord op voorsprong zet. Het zijn de jonkies van Feyenoord onder 17 die het doen. Want veel van deze jongens komen uit Feyenoord onder 15 of zijn eerstejaars in de Feyenoord onder 17. Een heel jonge ploeg dus vandaag in Breda. Maar wat zijn ze belangrijk en wat kunnen ze goed voetballen. En misschien wel op weg naar een plek in de halve finale. Maar NAC Breda zet aan. Maar dit schot is niet gevaarlijk voor Tijn Troost in zijn handen. Dan begint de tijd te dringen voor NAC Breda. Gaan ze alles op alles spelen. Om nog een doelpunt te forceren, een gelijkmaker. Iedereen van Feyenoord in de eigen 16. Een schot, een voorzet. Wat is het? Het zit er tussenin. In ieder geval geen gevaar. En dus gaat Feyenoord winnen op Heksenwiel. 1 tegen 2 na een slechte eerste helft waar Feyenoord ook op achterstand kwam. Herstelde zij zich uitstekend in het tweede bedrijf. Feyenoord door naar de halve finales.